Yo, dames en heren. Hey, vandaag is het een speciale dag, een speciale aflevering. Want vandaag is weer de Hengelsportbeurs en Botenbeurs in Utrecht weer in volle gang bezig. Het is vandaag zondag, dus ook de laatste dag van de beurs. Normaal gesproken ging ik altijd al 2 dagen, maar ja, dat gaat dit jaar niet lukken. Dus vandaag alleen eventjes gaan we zo er naartoe, samen met Bas weer. Gaan we eens eventjes de gasten van Arma Beats even gedag zeggen. En natuurlijk de gasten op social media plein even gedag zeggen. Voor mij is DW er ook weer bij. Dus even Daniel en Wietse en zo en Chit even gedag zeggen. Wordt weer een, denk ik, een hele leuke beurs. Het is het doel vandaag om eventjes een goed struinnet voor de roofvissen even aan te schaffen. En nog wat kunstaas en nog wat voor het karpenvissen weer die Sussexe leds. Dus die stenen waar ik altijd mee vis, die kan ik echt nergens bestellen. En als ik ze kan bestellen is het moken veel verzendkosten. Dus kijk of ik ze op de beurs weer op de kop kan tikken. Daar ga ik echt veel van halen, want ik vind het echt topvissen. Maar ja, ik denk dat de eerstvolgende beelden die jullie gaan zien is waarschijnlijk on the road again. En daarna zijn we bij de beurs. Dus je gaat het zien. Hé jongens? Echt er super veel zin in. En op aan de beurs. Later. Moet hij weer gaan zitten schijten, hè, jongens? We komen nooit op die beurs aan, zo. Lekker hoor, ben je ook filmpje maken klaar? Tuurlijk. Kast met vond jongens, abonneren. Zo jongens, ik moet even livestreamen voor Andy. Disneyke.nl natuurlijk jongens. Social media plein. Ze moeten eventjes onze dingen doen. Bas zit er ook lekker bij. Leuk. Sommigen binnen 5 minuten, sommigen binnen 2 minuten. Op het moment dat je de camera neerzet en je weet gewoon dat die binnen een half uur afloopt, dan...
Yo, dames en heren. We zijn weer lekker van de beurs af. En we gaan weer nog even, heel eventjes, nog even op de snoek aan. Engeltje bij me. En we zijn nu in Bodegraven. Kijken of we van de drukke beurs even lekker naar het rustige polder. Nog eventjes de rustige polder. Ik veel Nederlands. Ik spreek het niet goed. Hey, maar dan kijken of we nog snoeken kunnen pakken in Bodegraven. Lijkt me een mooie afsluiting. Het was een mooie dag vandaag. Hey, je ziet ons hopelijk zo in de snoekenhal. Hehe. Van de chaos op de beurs naar een snoekie in de hand. Dat is toch veel fijner, jongens, dan dat zo'n gekke beurs al lopen. Wie op de nieuwe plug van Hester. Achter. Mooi klein snoekie. Echt heel mooi. Zo'n zonnetje. Gaat hij maar weer. Yo, dames en heren, welkom weer terug. Hey, we zijn weer lekker thuis. Net eventjes heb ik gekookt en de kleine op bed gelegd. Even snel gedoucht en daarna zijn we even lekker de vispullen aan het opruimen. Dus ik ben alweer eventjes thuis. Maar ik heb een leuke visbeurs weer gehad in Utrecht. Het was natuurlijk mega dik. Het is elk jaar leuk en het social media plein wordt steeds groter. Nog wat leuke spulletjes kunnen aanschaffen, zou ik ook gelijk even laten zien. Natuurlijk, waar ik het meest blij mee ben, is mijn net. Mooi groot roofvisnet die je makkelijk op kan klappen. Nou, ideaal, zeker dadelijk voor het struinen met roofvissen. Het is nog eens een merknet. Ik heb geen Savage Gear of weet ik veel wat genomen. Die vond ik allemaal veel te lomp en te groot. Deze was precies mooi klein. Dus ik dacht pikken in de 20 euro is. Dat ga je mis hebben. Nog even een kunsthaas terughalen gekocht. Kunsthaasredder. Nou, ja, super simpel systeempje. 5 euro. Nou, mijn was gesneuveld in de strijd met de verhuizing. Dus ik weet niet waar die is gebleven. Misschien kom ik er nog een tegen, dan heb ik er 2. Misschien geef ik die al weg of zo. En nog een nieuw plugje erbij van Hester. Deze kleine jongen had ik nog niet. Nee, wilde ik eigenlijk wel heel graag hebben. Deze kleine variant. Ik heb ook de grote variant. Kijk of ik hem met één hond zo. Nou, ongelooflijk. Kijk, dit is de grote variant. Je kan ook zien dat die veel wordt gebruikt bij mij. Dit is even de goede kant. Ja, het is een super plugje. Het vangt altijd wel snoek. Net zoals vanmiddag, die kleine snoek, die had ik ook na de beurs nog eventjes op dat kleine plugje. Dus mega dik. Nou ja, voor de rest een hele goede dag gehad, denk ik, op de Hengelsportbeurs. Veel nieuwe gasten gesproken. Al die gasten natuurlijk van Armabates. Dus Henry heb ik eventjes nog een lezing bij geholpen. En ik heb Yannick gesproken. Ik heb Marco gesproken. Mega dikke mensen allemaal. Echt super vriendelijk, super gezellig. Echt. Komt binnenkort, van de zomer komt er waarschijnlijk een gathering van al die gasten. En dan gaan we met z'n allen een sessie zitten. Dan moet ik wel een heel stuk naar boven. Dan moet ik helemaal richting het oosten. Of hoe heet dat? Het noorden van het land. Dus moet ik misschien nog even een woordenboek erbij gaan kopen. Maar ja, ik heb ook nog even van die gasten van die Jeroen van Predator Team heb ik even gesproken. En ook een mega dikke gast, Ruben Pels, mega relaxte gast. Jelmer Siemens ook natuurlijk. Ja, jullie kennen al die gasten gewoon. Mega goede gasten allemaal. Ik heb nog die gasten van UTA Carp Fishing. Ik heb nog even gesproken, die jongen. Ja, al die gasten op het social media plein. Mega dikke gasten. Natuurlijk ook nog even Tinder Timo gezien.
En ik heb ook nog die dude gezien van de VisTV. Onze Marco Kraal. Nou ja, het was allemaal mega gezellig. Ik heb niemand geïnterviewd en dat soort dingen. Want dat waren honderdduizenden YouTubers en andere social media dudes die allemaal interviews deden met die gast. Ik dacht, nou, ik ga dat echt niet doen. Ik ga niet iedereen weer hetzelfde interviewen. Ja, waar vis jij mee? Wat voor bronies? Wat voor aard? Heb ik helemaal geen zin in. Ik heb gewoon eventjes lekker met ze staan babbelen. Gewoon face-to-face. En wat gasten dan wat leuke dingen afgesproken. Dan misschien een keertje een samenwerking kunnen doen. Waarschijnlijk met de gozer van... waarschijnlijk met die gasten natuurlijk van Arma Bates. Dus ja, dat komt helemaal goed. Er zitten heel veel... mijn kanaal nog steeds een beetje meer groeien. En laten we hopen dat ik volgend jaar gewoon daar de gast ben. En niet alleen maar dat ik gast ben op de Engelsportbeurs. Hey jongens, ik ga hem lekker outtunen. Ik hoop jullie deze video leuk hebben gevonden. Ik zeg duimpje omhoog, like, share en abonneer voor meer. En jongens, ik zie jullie bij het volgende visavontuur. Vergeet niet even mijn Instagram natuurlijk te checken. Hey, ik spreek jullie later.